Mijn naam is Gerber van den Bos en ik ben kinderarts werkzaam op de IC Neonatologie hier in het Sophia Kinderziekenhuis. Op de afdeling IC Neonatologie dragen wij zorg voor eigenlijk de allerkleinste patiënten hier in het ziekenhuis. Daarbij moet je denken aan te vroeg geboren kinderen met name, maar ook kinderen die op tijd zijn geboren en intensieve zorg nodig hebben, zoals beademing of zorg vanwege een aangeboren afwijking. Alleen al in Nederland worden jaarlijks ongeveer 15.000 kinderen te vroeg geboren. En helaas overleven niet alle kinderen de gevolgen van vroeggeboorte. Het merendeel overleeft gelukkig wel. Maar de problemen van vroeggeboorte houden niet op bij de couveuse. Het is een lange opname. Vaak gaan kinderen pas rondom de uitgerekende datum naar huis. En ook de problemen van vroeggeboorte houden dan nog steeds niet op. Denk aan voedingsproblemen, problemen met ontwikkeling of gedragsproblemen. Dus vroeggeboorte heeft een impact niet alleen hier bij ons op de IC Neonatologie, maar ook daarna nog. 17 november is een dag waarop we alle kinderen die wereldwijd te vroeg geboren zijn, dat we daar aandacht voor vragen. Voor hen en voor hun ouders. Dus de kinderen die nu op dit moment strijden, ergens op een neonatale intensive care unit, maar ook alle kinderen die daar ooit gelegen hebben. Buidelen is huid-op-huid contact. Dus dan ligt de baby echt bij de moeder op de borst. Het liefst eigenlijk dat de moeder ook geen kleding aan heeft en de baby heeft natuurlijk ook eigenlijk niks aan. Dus die huid-op-huid contact, ja, die geeft eigenlijk die goede hechting, maar ook warmte natuurlijk. En de baby hoort ook goed de hartslag van de moeder, zo ja, ontstaat die hechting ook goed. Buidelen is iets wat dagelijks gebeurt op de afdeling, soms 2 keer per dag zelfs. En zo kort mogelijk na de geboorte, om de baby bij de moeder te leggen. En daarna ook af te wisselen natuurlijk dat vader kan komen buidelen. En we proberen altijd minimaal 1 uur te buidelen, omdat het toch best wel intensief is voor de baby om in en uit de couveuse te gaan. Maar als ze eenmaal bij de moeder liggen, ja, dan proberen we dus zo lang mogelijk eigenlijk daar te laten liggen. We zijn dus heel blij met de donatie van Little Dutch voor de grote doeken, maar ook de kleine. De kleine doeken kunnen we heel goed gebruiken voor in de couveuse of in de bedjes. Eigenlijk voor onder het hoofdje neer te leggen, maar ook vaak als dekentje. En ik denk dat we die grote heel goed kunnen gebruiken voor het buidelen. Om daar dus echt goed de steun te kunnen geven aan moeder, zodat hij ook wat meer de handen vrij heeft en goed de baby zelf kan ondersteunen. In het Sophia Moeder- en Kindcentrum komen alle disciplines samen om complexe zorg aan zowel moeder als kind te kunnen leveren. We zijn nu op de afdeling verloskunde, onderdeel van het Moeder- en Kindcentrum. En hier worden jaarlijks ongeveer 2300 kinderen geboren. De afdeling verloskunde heeft alle expertise om zeer kritisch zieke aanstaande moeders te behandelen. En ook om ervoor te zorgen dat vroeggeboorte zoveel mogelijk wordt uitgesteld. Helaas lukt dat niet in alle gevallen en zal een deel van de zwangere vrouwen toch te vroeg gaan bevallen. Die kinderen die te vroeg geboren worden, worden opgenomen bij ons op de IC Neonatologie, het andere onderdeel van het Moeder- en Kindcentrum. De Stichting Vrienden van Sophia zet zich de komende periode extra in voor het Sophia Moeder- en Kindcentrum om de beste zorg te bieden aan de allerkleinste en onderzoek te doen om vroeggeboorte zoveel mogelijk te voorkomen. Wij zijn heel blij met de donatie van de hydrofieldoeken en de mutsjes van Little Dutch. Wil jij je net zo inzetten als zij? Ga dan naar www.sophiamoederenkindcentrum.nl of neem contact op via info@vriendensophia.nl.